Om 2:30 arriveerde de minister-president in Kamp Holland in Oeroeskan. Wij zien niet altijd het nieuws nu. En de kranten die komen wat later. En dan is het, dan is het leuk dat de NP ons polshoogte komt brengen. Dus, Mr. Donner en Mr. Dekker zijn weg? Wie? Geer en Goor? Nee, die zijn weer bij elkaar. En daar sta ik volledig achter. Want, dit is beter dan zacht voor jou staan. Nee, het is hartstikke leuk natuurlijk om te horen dat hij ons respect komt afdwingen en ons die manier zeg maar op de vlakte houdt. Het is dus eerst toppertje, dan een stukje ananas en dan doen we whisky bij. De stemming tijdens het bezoek zat er al meteen goed in. Premier Balkenende had ook nog een bijzonder verzoek aan de militairen. Heb ik één vraag voor jullie mensen hier. Zou ik even in de F-16 mogen? Ja, super. Moet ik dat trouwens steeds zelf doen? Waar is dit knopje voor? Bora Bora FM. You listen to Bora Bora FM. Special request, Mr. Bin Laden. Special request. Uiteindelijk sloeg de stemming tijdens het bezoek toch nog om. Want het kan niet zo zijn, als het gaat om persoonlijke bezittingen, dat er dan lieden zijn die denken het nodig te vinden om mijn etui van donkere manen en af te pakken. Ik ga hier dus niet weg voordat ik mijn etui terug heb. En mijn geodriehoek. Of heeft iemand zin om te vechten? Ik ben uit spuug en spuug zat. Oké? Niemand? Als niemand dapper is om zichzelf aan te geven, dan ga ik het zeggen tegen president Karzai. Nou, het gaat dus om een blauwe weeswijs met een warrense etui. En alles zit erin. Geodriehoek, passer, ja. Typex, alles. Ja.